Onlangs was de businessclub van ADO Den Haag aanwezig op de Rijswijkse Golfclub voor een middagje putten en netwerken. ADO TV ging op bezoek. Voorzitter van de businessclub, Gerrit Gerritsen. Vandaag de gast op de Rijswijkse Golfclub. Dat klopt. Vandaag weer een van de vele activiteiten. En wat gaat er vandaag precies gebeuren? Vandaag hebben we een golfdag, dus een toernooitje met businessleden. We hebben er 2 per jaar en dit is de 2e. En dan volgend jaar weer. En iedereen die meedoet, die heeft zijn GVB? Iedereen die meedoet, heeft zijn GVB. En zoals bij elk golftoernooi zijn de verschillen heel erg groot. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Hoe golf je zelf? Nou, ik doe het 2-3 keer in de week, dus ik kan redelijk golfen. Ja, succes vandaag. Ik weet dat in Japan is het gebruikelijk om je klanten te laten winnen, hè? Maar doe jij dat ook? Nee, we spelen hier per team, dus we moeten het team laten winnen. En ik zit toevallig in dit team, het winnende team ook. En lukt het winnen? Het winnen lukt tenminste, als ik deze put, dus je hoeft niet te filmen. We gaan het toch maar even doen. Dank je. Heren, ik heb begrepen dat er om de punten gespeeld kan worden, maar dat er ook een prijs is voor het best geklede team. Zetten jullie daarop in? Nee, wij gaan voor de punten. Maar jullie hebben toch wel een goede look. Ja, dat is bij ons echt altijd gewoon standaard, hè? Jullie gaan dagelijks zo... We gaan altijd in tenue naar het werk. Nou, het ziet er fantastisch uit. Mochten de punten niet lukken, dan zal die prijs voor de best geklede team denk ik ook wel goed komen. Ja, maar alleen dat Rick hem naar beneden haalt, maar ja, we zijn een extra shirt vergeten voor hem. Nou ja, het contrast is mooier dan bij jullie. Dus wij hebben dit en Rick voor de punten. Dus wij pakken 2 prijzen vandaag. Succes. Ja, dank je. Het was bijzonder geslaagd. Nou, de buienraden hadden het voorspeld. Mooi weer. Het is weer een dag uit duizenden. En ik denk toch in september is elke mooie dag er één. Nu weer op naar het volgende event. Het volgende event, dat wordt denk ik Charles Ruffalo. De netwerkguru. Dus dat wordt weer een mooi evenement.